Lago de Beau is een spin-off van Villa Velderhof, een beroemd tv-programma van vroeger, waarin een presentator op leeftijd, Rick Velderhof, in een Franse villa gesprekken voerde met wisselende BNR-duo's. Dat was toen leuk, maar tegenwoordig is het allemaal veel te traag, luidt de kritiek van privéster journalist Jan Uriot. Jan vindt Lago de Beau erg tegenvallen, vertelt hij in zijn programma Wat Vindt Jan, ik vind het niet meer van deze tijd. Kijk, het is voor een heleboel mensen in omroepland het hoogst haalbare om een soort villa Velderhof te maken. Dat weten we. Winston Gerstonowitsch e EHHH Gerstanovic heeft dat ook geprobeerd. Maar nee, jongens, het is te traag en te achterhaalde televisie. Dat moeten we allemaal niet willen. Of je moet spraakmakende mensen neerzetten, vervolgt hij. De gaststudio's van Bo, bijvoorbeeld Maan de Steenwinkel en Telbekkant, Bekkant, zijn totaal niet spannend, al dus Jan, als je mensen hebt die tegenovergestelde ideeën hebben, is het spannend om te zien. Kun je nog herinneren, heel lang geleden, bij de echte Villa Velderhof? Dan had je Major Boshart met Herman Brood. Dat is leuk natuurlijk. Wie zou Bo dan moeten uitnodigen? Ik zou nu zeggen, zet Willem Engel in bad en laat die door Mark Rutte gewassen worden. Dan hebben we leuke televisie. Maar Lago de Bo, dat is een misser, besluit Jan, het is gewoon vakantie. Tijl en Etsilia waren gewoon op vakantie. Daar zet ik mijn televisie toch niet voor aan? Liever kijkt hij naar Boerderij van Dorst. Dat was al schurender dan dit natuurlijk.